Hi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag met de mukbang queen Isabel. Yes. Mukbang duo is back. Wij hebben onze droom gemaakt. Ja. Dit zijn cheesy spicy noodles met gyoza's, rice cakes, kaas, bosui, eitjes. Het is gewoon niet normaal. Het is voor onze droom. En we hebben ook nog losse gyoza's hier. En we hebben ook nog deze fruit puddings. En nog een lekker drankje. Oké, we zijn in de keuken beland en we gaan alles bereiden. We hebben dit dus nog nooit gedaan, dus het is voor ons eigenlijk ook een beetje een gok. We hebben heel veel video's over gekeken, want sowieso ben ik geobsedeerd. Ja, sowieso. Ik kijk dit bijna elke avond in bed als ik honger heb. Ja, dat is niet normaal. En nu kunnen we het gewoon helemaal maken hoe wij het lekker vinden. We gaan gewoon alles erin doen en erop gooien wat we lekker vinden. Dus we gaan jullie een beetje meenemen in het proces. Ja. Helemaal leuk. We hebben van die rice cakes. Ik heb dit zelf nog nooit op. Jij? Ik wel. Nou, we hebben van die paddenstoelen van die enoki mushrooms. Voor de noodle mensen. Die kennen dat wel. Gyoza's gaan we lekker bij doen. Chicken en vegetables. Eitjes doen we er ook bij. Eitjes. En we hebben dus 3 pakken hot chicken. En we wilden dus eigenlijk de carbonara, maar die was er niet meer. Nee. Dus we hebben de cheese gekozen. Ja, de cheese. En de boseitjes voor erbij. Kaas. Er gaat natuurlijk heel veel kaas nog overheen. Ja. Leven. Kaas en zuivelspreads. Oké, we gaan eerst de gyoza's even bakken in, wat heb je voor de olie toch? Ja, ik heb wokolie of zonnebloemolie. Ik weet niet, iets van olie. Ja, nou toch. Nou, dit kookt ook. Toen kwamen de noodles erbij en de rice cakes. Gaan deze erbij. Ik weet niet eens of het gaat passen. De noedels zit erin, moet even een beetje. Ja, dat water is nu al bijna op. Ja, er moet echt meer water bij. Best te gaan. Zoveel zin hierin. Holy shit. Niet normaal. Oh my god. Nou, dit ruikt goed. Oh, yes. Oké, nu gaat er iets van een beetje water bij. Misschien moet ik een beetje olie eruit gooien. Ja, dat doe ik. Ja, olie met water. Isabel, heb jij wel scheikunde gehad? Nee. Nee, dat merk ik. Oh nee. Maar dit gaat helemaal mis. Je kan natuurlijk niet olie met water doen. Ja, maar dat staat er. Ja, maar die olie, je moet zo weinig olie hebben dat het eigenlijk... Alles. Kijk, het is wel helemaal zacht. Oké. Gyoza's zijn klaar, jongens. Oké, we gaan nu de sausjes erbij doen. Oké, we hebben de eitjes erbij gedaan, wat plakjes kaas erop en bosui. En nu gaan we het heel even laten borrelen. Even dit erop. En dan wordt het niet normaal. Ja, ik ga beginnen om even open te maken. Vind ik ook. En we gaan ondertussen dus dilemma's beantwoorden. Maar ik denk dat het voornamelijk in het begin heel veel over het eten. Ja, we gaan heel wat eten hebben, want dat weet ik nou al. Hoe werkt het nou? Ja, je moet heel hard drukken. Dit is een dopje. Ja, dit? Ja, die moet je drukken. Heel hard. Nou, jij hebt staan kloot in die toko. Toko, niet in die kutte. Ja. In die grote kutte. Ja. Misschien kan je het gewoon zo doen. Nou, ik geloof niet dat dit de manier is. Oh, oh my god, wij zijn kaulodon. Nou, maar er klopt iets niet aan dit concept. Want ik zie sommige mensen zo, pap. Ja, wat is dit? Staat het er niet op? Echt gewoon wel zo. Ik breek maar. Wat is dit dan? Oh, is dat, dat is gewoon dat dop. Oh, wat een kut ding. Nee, dit werkt ook gewoon niet. Oh my god, natuurlijk! Dat zag ik dus op die verpakking. En nu kan je hem zo erin drukken. Dit meen je niet. Als het goed is. Ja! Ah! Oh! Kijk, nu snap ik het. Deze hadden we de vorige keer, of niet? Ja, deze is... Wow. Het smaakt gewoon naar dreft. Ik meen het. Maar wel een lekkere manier. Mm. Ja, deze lekkerder. Oké, deze lekkerder. Mm. Nou, dit is ook echt zo'n Japans-achtig drankje. Drankje. Ja. Oh, dit ziet er echt, jongens. Kijk deze bak. Ja, dus ik ga even een filmpje van close-up.
Ik vind het grappig. Niet normaal. Kijk, waarom is het echt zo? Zo, zo. Ja, dit is het iets smakelijk. Iets smakelijk. Dit is, ah, oh, mijn dream. Dit is een hele pot met bak met noedels. We hebben niet alle spiciness. Nee, we hebben zeker. We hebben één zakje. We hebben drie. Sowieso drie bakjes noedels. Dit is zo lekker. Het is echt niet pittig. Nee? Oh, dan kunnen we misschien nog wel een beetje bij doen. Ja. Ja. Ik heb hem nooit zo lekker gegeten. Nee. Ik heb maar ook die noedels ook. De smaak van de noedels zelf, zeg maar, zonder. Kan je uitleggen. Dat komt omdat ze heel lang hebben staan borrelen. Ja, lekker. Nu zijn ze heel zacht. Mm-hmm. Soms vind ik ze een beetje naar kartonnen smaak of zo. Nou, dat doen we niet. Wauwzers. Nou, ik vind het wel niet pittig, maar gewoon perfect. Het is gewoon lekker. We hebben ook lekker een gyoza. Oh, ik wil een rice cake. Ja, die moet je ook eten. We hebben dus ook rice cakes. Ja. Ik ga dood. Deze zijn zo... Nee. Je moet die rice cake nemen. Dat moker. Nou. Ik heb zo'n ene koyokie of zo. Oh ja. Met een rice cake en kaas en noedels. Maar. Ik vraag me af hoe charmant dit is. Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Zij, maar hebben mensen zelf. Hebben mensen dezelfde craving dan ons? Ja, dat moet wel. Er moeten mensen zijn die dit craven, want. Waar zijn die bietballen zo? Hier. Waar? Hier. Oh, dat. Is dat lekker? Ik heb dat dus nog nooit op, hè? Ja, ik wel. Ik neem ook lekker een eitje. Die haal ik lekker door de saus heen. Woe! Hey, jongen. Wat doe je? Ik verbrandde mijn bek en nee. Het eitje is ook lekker, joh. Ja? Nou, Michel. Ik ga hier zo naar craven als ik in mijn bed lig naar mijn eigen video. Naar onze eigen video. Lekker, hè? Ik vind die champignons lekker en die mushrooms. Ik heb echt zo'n bite. Als je hier niet naar craaft. Nee, dat kan niet. Maar wij brengen dit echt naar Nederland. Ja, volgens mij is het nog geen één Nederlandse. Deze heeft nog nooit iemand zo'n mukbang gemaakt. Nee. Eerlijk? Als Nederlanders, nee. Daarom zijn wij de mukbang queens. Nou. If I tell you. Die meid van mijn wenkbrauw zei ook, hey, ik ken jou ergens van. Die meid van mijn wenkbrauw. Dus ik zei, nou, misschien van mijn nicht, maar zei ik YouTube. En ze zegt, ik kijk eigenlijk nooit YouTube. Nee. Ja, misschien van TikTok dan. Nee. Ze zegt, nee. Ja, ik zou het niet weten, maar misschien heeft ze ons ooit een keer een mukbang van ons gezien. Al heel lang geleden. Ja. Ze zegt, ja, kijk al een tijdje niet meer. Maar ja, wij doen het al super lang. Ja. Op een of andere manier, ik weet niet hoe, kent iedereen ons. Iedereen kent ons, maar ze hebben ooit een keer een mukbang gezien. Ik weet het zeker. Maar ja, sommige mukbangs hebben ook 1000 of 100k of zo. Dan hoef je mij niet te kennen. Niet zo van, wij zijn echt cool, want iedereen kent ons. Zeg maar. Nee, inderdaad. Meer gewoon zo van, echt grappig. Dat, het maar dat komt ook omdat wij al heel lang YouTube doen. Ja, echt al vanaf heel jong. Gewoon 14 of zo waren we. 14, 15. Iedereen kent ons van die Kano Pizza Challenge. Ik ging pas live. Mijn Pizza Challenge achtervolg mij. Nog steeds? Dus ja, ik volg je zeker al vanaf Pizza Challenge. Ja. En mensen zeiden van, ja, ik kijk je echt al lang. Dus toen vroeg ik mensen van, hoe lang kijken jullie mij? Ja, maar zo'n Pizza Challenge. Maar toen deden wij dus al mukbang voordat het mukbang bestond. Eigenlijk wel. Want we gingen een soort mukbang doen. Maar, ja. En dat werd natuurlijk ook goed ontvangen. Hoeveel is dat wel niet bekeken? Die mukbang? Ja, die hebben we dus verwijderd. Hoe hebben kut. We echt verwijderd? Ja, verwijderd. Niet op privé. Oh, dat is zo dom. Lekker hè, dat eitje ook. Zo. Dat is echt goed. Die rice cake vind ik echt dom. Die rice cake is ook wel. Oh, ik heb nog geen gyoza op. Ja, dat is heel lekker erbij. Ja? Ja. Dat maakt het echt af. Lekker een sausje. Nou, dit ga ik echt vaker doen. Ik ook. Nee. Even een beetje sojasaus wil ik. Die gyoza zijn gewoon... Oh, dat zit er niet. Ja. Dit zijn... De gyoza's van... Hoe je hem wil. Chicken and vegetable dus.
Ongelooflijk. Mm. Hoe kan dat? Wat zit erin? Lekker met die noedels erbij. Nou, ik ben aan het dromen. Ik ben droog wat ei. Het is een hele bak met noedels. Dit ga je ook niet snel maken voor je eentje. Nee, dat maak je niet. Maar ook niet zonder video eigenlijk. Dan denk je van ja, waarom zou ik dit maken? Maar dan had ik het waarschijnlijk ook wel gedaan. Mm-hmm. Fantastisch. De gyoza's, echt lekker erbij. Ja. Gewoon alles, maar we hebben het gewoon precies gemaakt hoe wij het lekker vinden. Nou, de perfecte spice, de perfecte cheese. Het is goed pittig. Ja. Zeg maar, ik voel het wel, maar het is niet dat mijn mond in de fik staat. Maar hoe krijgen mensen zo'n hele bak in een eentje op? Ja, ik snap het niet, want het is echt vullend hoor, dit is niet normaal. Ik kan eens een pakje soms niet eens op. Nee, klopt. We gaan het ook niet opeten hoor. Nee. Ben ik morgen nog steeds geen honger. Nee. Ik ben nog steeds dik. Wat wist ik? Dat ga ik niet zeggen. Nee, goed zo. Dat is niet leuk. Nou, en vraag me af hoe dit eruit ziet. Nou, ik zit echt als een Jossie te zuigen aan je spiert. Ik stel me zo. Oké, zal ik dilemma's opzoeken? Ja. Jij zei net koude tegen je moeder, zei echt. Ja, zie je met het kalo. Ik zeg het zo vaak. Ja? Ja. Kalo. Op met kalo. Kalo Lee. Haar vind ik ook echt leuk. Kalo en Lee en ik volgen elkaar, hè? Ja? Ja, ze komt ook wel eens op mij. Of dan gaat ze reageren op mijn verhaal of zo. Nee. Zo. Kalo Lee, als je dit ziet, ik vind haar zo fucking grappig. Gewoon zo droog. Ja, ze is gewoon echt zo. Gewoon lekker. Maar die gerechten die ze soms maakt, dat is. Maar daarom gaat ze viraal. Ja, dat zij kwark met sriracha eet, weet je wel. Maar ik heb het heel Nederlands wel een keer geproefd. Mm-hmm. Ik heb het ook een keer geproefd. Mm-hmm. Lekker dat eitje erbij met die saus. Mm. Ik wil weer die mushrooms nog. Oh, hier. Maar nu mijn ei. Wat? Mijn ei. Ik wil weer die mushrooms nog. Nee. Dat deed. Dat is echt koude ziele. Sorry. Precies hier. Ja, nee, ik dacht in de mushroom. Jij denkt echt bitch. Ja. Ben je aan het doen? Ik vind de gyoza zo lekker. Ik wil wel echt een worldtrip. Ja, ik ook. Naar Parijs. Ja? Ja, inderdaad. Dan doe ik. Jawella en ik content. En jij doet voor je content. Dat kan gewoon. Ik heb ook bij India en ik ging ook naar Malaga. Dat hebben we ook gewoon. Ja. Omging ook foto's maken. Weet je hoe goed dat is? Zo chill. Ja, hoe leuk om bijvoorbeeld ook een mukbang te doen met allemaal Parijs eten en zo. Weet je wel, een full day of Parijs en macaron. Ja. Lekker, I wanna eat in day in Parijs. Ja. Allemaal lekker dingen eten. Ik moet even een gyoza eten, want die zijn niet normaal. Ja, die zijn echt. Oké, maar dit zijn echt kutvragen. Vind jij dat pineapple op pizza kan? Maar nee. Ananas? Nee? Nee, ik vind dat zo vies. Ja, maar heb je er echt een haat tegen? Ja. Zeg maar, haat je mensen ook die dat eten? Nou, nee. Dat is overdreven, maar. Is je nou maar goed tot 0420? Huh? Nee, want dan zou het hier 2010 zijn. Oh, hij is gewoon tot 23,5. Huh? Oh, wacht. Dat is ook nog geweest. 2024. Oh ja, het gaat andersom. Ja. Nee, dat kan echt niet, zo'n Oriental, dat je dat nee. Dingen verkoopt wat over datum is. Ik heb geen haat naar mensen die dat eten. Nou, ik vind het dus, ik zou het niet kiezen. Ik heb liever een andere pizza, maar ik vind het niet vies. Ik vind het lekker. Nee, ik vind het niet vies. Ik vind het wel gewoon lekker hoor. Ja, maar zoet op zoute pizza, dat is gewoon nee. Ja, nee, ik ben ook minder snel van het fruit door hartig eten. Ja, bijvoorbeeld iets van appel door je salade. Ja, of door aardbeien op sushi. Ja, nee. Maar je ziet ook wel eens appel door andijvie of zo, ik zeg maar wat. Ja, de stamppot en zo. Nee. Hoort gewoon niet. Nee. Ja, dat heb je dus ook een beetje met ananas op pizza. Ja, ik snap het wel. Maar ik vind ananas op pizza dan nog gewoon net kunnen. Ik zit zo genieten. Ik ook. Maar hoe gaan wij dit? Gaan we nooit opkrijgen. Nee. Maar dit is ons avondeten trouwens. Ja. Niet dat we ons hoeven te verontschuldigen of zo. Maar... Nee, maar we gaan eten geen avond meer. Nou ja, ik eet wel avond, denk ik. Maar gewoon,
ja, hoe laat is het nu? 3:15. Normaal om 6, 7 uur. Ja, misschien heb ik helemaal geen honger. Nou, ik weet niet. Ik kan wel. Ja. Ja, ik eet denk een salade of een soep, ja, of een soepje of zoiets. Maar dat bedoel ik. Ja. Ik zou ook wel iets eten. Ja. Gewoon iets. Gewoon of een cracker of lekker soepje of... Ja, precies. Gewoon de kiosjes zijn zo lekker. Ja, die zijn niet helemaal. Als je dan zelf sushi gaat of sushi gaat maken of bestellen, kan je ook gewoon kiosjes doen, ja, zelf even bakken snel. Nou, ik ga dus voor Stan's ouders en mijn ouders sushi maken. Oh, dan kun je dat. Dan kan ik dit gebruiken. Ja, die ijsjes erbij kloppen helemaal. Ja. Ik dacht eerst van, nee, ik weet niet wat ik dacht, maar... Ik zou het niet snel bij bedenken, maar het klopt echt. Oké, we hebben echt nog geen vragen. Oh, nee. Ja, ik vind dit allemaal kutvragen. Oké, we kunnen zelf bedenken. Ja. Blijf je liever van je leven single of met je ex? Van een single of je mag iemand zeg maar uit je leven. Je mag dus niet een nieuw iemand. Dus het moet iemand uit je leven zijn. Uit je verleden. Waar je ooit een keer iets mee hebt gedaan. Ja. Of gezoend. Ja, gewoon. Ja, dan met iemand van mijn verleden. Ja? Ja, er zitten echt wel mensen tussen waarvan ik denk, nou, is wel leuk. Ja, maar dan zou maar het is niet geworden. Nee, klopt. Maar als het moet. Ja, maar het moet toch? Je wil toch ook single blijven? Oh, dat wil je echt niet. Nee, dat is zo. Als degene dan ook verliefd op mij is, ja. Of ik praat nu niet over iemand of zo, maar stel. Ja. Dan zitten echt wel jongens waar ik ooit een keer mee ben geweest, of gegaan, of gezoend. Dat is wel snel. Potentie en zo. Ja. Nee, maar Ruud komt er nou weer in drinken. Die bal zat erin. Ja, dat moet ik even filmen, dat je dat zo lekker hoort. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Oké, nu moet jij weer zinnen. Of je trekt elke dag hetzelfde aan. Ja. Of je trekt... mag alleen maar kleding van je vader pakken. Nou, dat kan toch? Nou, dan... Ja, dan kun je nog wel afwisselen. Dat is weer altijd dus ook goor natuurlijk. Dus ja, wat kies je? Of je mag één outfit kiezen. Ja, of misschien gewoon één outfit. En je mag het wel wassen. Dat zei je namelijk niet. Oh ja, dan zie je er wel gewoon altijd koude saai uit. Gewoon altijd zo. Nee, ik ga niet in doen, zo kan dit nog. Oké, wel. Dan gewoon dezelfde outfit, denk ik. Ja? Ja, maar ja, mijn vader, die broek pas ik al niet. Dan loop je er echt bij van, nou, die zit op mijn knieën. Ja, maar ik moet dan wel afwisselen. Is het dan vol, hoor? Ja, ik ook niet helemaal. Ik kan blijven eten, ja. Ik kan blijven eten, maar dan ga je zelf misselijk eten. Oké, we gaan dit even wegdoen. Ik vond lychee, ja, hou je van lychee? Ik wil die wel proeven. Ja? Je had of kiwi? Keer. Nee, geen kiwi. Dus groen kies je niet. Nee, het zit er een schot. Oké, mango. Maar er zit ook een beetje noedels in. Oh. Er zitten ook gewoon stukjes in, hè? Stukjes gel. Is het lekker? Het is gewoon, hou je van gelatine? Ja, maar dat is het gewoon letterlijk. Ik weet het niet zo goed. Maar het is heel weinig calorieën, maar... Ja, dat is wel top. Ik heb ook een beetje lachhandjes. Ken je dat? Toch geen kracht. Ja. Ik zit alweer helemaal onder de rand. Ah! Die video's doen ze gewoon... Ja, doen ze naar binnen. Ja. Oh! Dus... Ja, dit ruikt echt naar lychee. Precies op de dag. Volgens mij heb ik dit wel eens een keer gegeten. Ja? Oh, shit. Ja. Oh, kijk, ik blog niet of ik dit wel lekker vind. Ja, ik vond het wel lekker, maar ik was gewoon ook heel vol honger. Dan vind je alles lekker. Het is nu een beetje anders of zo. Nee, ik vind het niet vies. Maar nee, smaakt meer naar zeep? Ja. Lychee smaakt naar zeep. Maar wat is dat? Is het fruit? Ja. Ja, dit. Wil je deze proeven? Ja. Het is heel veel brokken. Nee. Nee. Nee? Nee, ik vond die lychee ook lekker. Het is meer kokosnoot. Nou. Maar ook wel mango. Nee, ik weet niet hoe je hier kokosnoot. Jij houdt toch niet van kokos? Nee, daarom. Ik ben zo melig of ik zo. Ik wil gewoon nu in het vliegtuig zitten, weet je. Nee, dat wil ik nooit. Jij haat het. Ik vind het helemaal niet meer eng.
Ik vind het gewoon leuk en ik wil gewoon weg. Zie je, snap je mijn leven nu? Ik vind vliegen gewoon leuk. Ja, ik vond die 10 uur lange vlucht die vond ik niet leuk. Nou, ik wou ook een pak gezellig. Ja. Maar ik vind het niet meer eng, ik vind het gewoon geweldig dat je zo landt. Kijk, er gaan er 2. Nou, wat heeft Curaçao gedaan met jou? Ja, ik ben gewoon een heel ander mens. Echt geweldig. Als zou ik er nu in moeten denken, plus is het helemaal niet erg. Nee, we zijn nou, normaal gewoon bijna paniek al. Ja. Van het idee al. Maar ik kom echt, omdat ik in mijn eentje eigenlijk ben een soort van gegaan. Mm-hmm. Kijk dit. Ja. Ik zit gewoon vol. Ik hoef het echt niet meer. Ik hoop dat je het net zo leuk vond als wij. Wij vonden het in ieder geval fantastisch. Ja, wij vonden het echt geweldig. Super lekker, heel veel, maar echt ja. Super lekker. Let me know of jullie het vaker willen, want ik zou het echt... Kijk, nu kan ik er gewoon niet meer aan denken eigenlijk. Nee, ik ook niet. Nu vind ik het genoeg. Ja. Het is goed geweest. Maar straks kom ik weer een video en ik moet het een keer kijken. Oh. Met die gyoza's erbij en die kaas. Ja. Hou op. Nou, let me know. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Om mijn kanaal te abonneren en ons te volgen op Instagram. Zal je allemaal in beeld staan. Ik wil heel graag 10.000 halen. Ja. Dus ga mij volgen. Dan heb je 10.000 volgers. En dan... Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Doei. I'll be on my way now. You just give me a...